Schorpioen, leuk je kijken in de Korte Week horoscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 20. En dat is van maandag 13 mei tot en met zondag 19 mei. Want de kaart is goed om te kijken wat week 20 voor jou gaat brengen. Dan lijkt het alsof deze week een week is waarbij er wederom sprake is van liefde, liefde, liefde. Ik heb het idee dat het vooral heel gezellig is, heel erg leuk is en er lijkt ook nog ruimte te zijn voor nieuwe ideeën. Juist het stukje dat je samen bent met anderen, juist het stukje dat je plezier geeft, lijkt eigenlijk nog meer voor te zorgen dat ook andere zaken gaan rollen. Het lijkt gewoon alsof op dit moment echt een week is waarbij je in de flow bent, waarbij je de dingen doet die je leuk vindt, waarbij je ook nog nieuwe kansen krijgt, gewoon alleen maar om te doen wat je leuk vindt. En dat lijkt dus een stukje te zijn dat het misschien je aangewaaid komt. En zo bedoel ik het dan eigenlijk niet. Want ik heb het idee dat je er ook heel hard voor gewerkt hebt. Maar het is deze week gewoon echt een stuk van je lijkt heel erg goed ingetuned te zijn op je gevoel. En je zult merken dat daardoor bepaalde dingen gewoon echt heel erg fijn en heel erg soepel gaan. En je bent ook daarbij nog bereid om er extra aandacht aan te geven. En dat lijkt gewoon echt een onwijs goede combinatie te zijn voor komende week. Dus alweer de Korte Week horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.